anderhalf jaar in coma, toch komt het voor veel mensen onverwachts. Dat zal waarschijnlijk ook zo zijn voor prinses Mabel, de vrouw van prins Friso. Gisteren nog vierde zij samen met haar twee dochters haar 45ste verjaardag. Ze twitterde daar zelfs nog over, bedankte iedereen voor de felicitaties. Maar vandaag bleek dat het lichaam van prins Friso toch te zwak is. En nadat het nieuws bekend werd, dat prins Friso overleden is, kwamen veel mensen hier naar huis ten bos om een bloemetje te brengen of om te laten weten dat ze meeleven met de koninklijke familie. Het was gelijk zo van, huh? Dat ik dacht dat hij niet echt zou doodgaan omdat hij prins is en in coma zat. En dat het een hele goede ziekenhuis was, maar ja. Het was schokkend nieuws eigenlijk. En zo denk ik het dus ook over. What the fuck is mij overkomen? Prins Friso overleden, jullie weten het misschien wel, sommigen van jullie weten het misschien niet. Vanochtend is prins Friso zijn lijk of zijn lijf gevonden en hij lijkt fucking erg. Fucking erg op Willem-Alexander, ik zweer het je. Jezus, hij lijkt echt heel veel op. Maar het blijkt dus dat prins Friso overleden is. Hier zie je ook, of nou, jullie kunnen het niet zien. Maar prins Friso die ging echt skiën, waar hij niet eigenlijk nog skiën. En wat kwam er? Skiers. Hier zie je andere mensen in het gebied buiten de piste skiën. Dat is spannender, maar het kan ook gevaarlijker zijn. Vooral dat dus? Zoals toen in Oostenrijk heel veel sneeuw is gevallen. Dat. Nee, maar we gingen dus op vakantie. Om 12 uur. Er komt een lawine naar beneden. Een enorm pak sneeuw schuift in één keer van de helling en komt bovenop prins Friso terecht. Ja. Meteen wordt er een zoekactie gestart naar de prins. Na 25 minuten wordt hij gevonden. Al die tijd heeft hij dus onder een dikke laag sneeuw gelegen. Met een reddingshelikopter wordt prins Friso naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurt in de bergen bij het Oostenrijkse dorpje Lech. Daar gaat de koninklijke familie al jaren op skivakantie. Yo. Het ziekenhuis waar prins Friso naartoe is gebracht is vlakbij in Innsbruck. Al snel duidelijk dat het niet goed gaat met de prins. Zijn leven is in gevaar. Maar verder wordt er maar weinig bekendgemaakt. Zijn moeder, toen nog koningin, en zijn vrouw gaan vaak bij hem op bezoek. Ja. Veel mensen in Nederland leven mee met de koninklijke familie. Zijn broer Willem-Alexander vertelt dat het fijn is om zoveel steun te krijgen. Bedankt, vader. Alle groeten. Goedemuntje, van alle leute. Bedankt, al plezier ons in de roer lassen. Op uw schip geen kort vraag voor boek? Oké, jongens. Prins Friso is overleden door een lawine. Jullie weten het waarschijnlijk allemaal. En dit is dus fucking erg, want hij is overleden. En het blijkt dus vanochtend bekendgemaakt te zijn. En wij denken allemaal, dus op zich dacht ik eigenlijk wel dat hij beter zou gaan. Want ik dacht ook dat hij beter ging met hem. Maar dat bleek dus niet waar te zijn, omdat... Wacht even. Ik dacht omdat hij naar Nederland ging, zou het al beter met hem gaan. Maar het is dus helemaal niet waar, wat ik helemaal niet snap. Waarom brengen ze hem dan naar Nederland? Nou, oké, misschien in Nederland is het beter ziekenhuis, maar... valt ook reuze mee. Ik weet niet, wat is er beter aan dan in het Oostenrijk? Nou, natuurlijk zijn in heel veel gebieden of in heel veel landen waar ziekenhuizen heel anders zijn. Maar misschien zijn ze wel beter of misschien zijn ze dit wel of dat. En zo heeft Nederland ook heel veel andere dingen die in Oostenrijk bijvoorbeeld ook niet goed zijn. Want kijk, mensen in Oostenrijk willen natuurlijk liever in het ziekenhuis van Oostenrijk liggen. Ja, dat is best normaal. Maar wat mij opvalt is, heel veel mensen vinden dit gewoon kut, maar ook heel veel mensen vinden dat niet. Je moet toch wel een klein beetje even goed bij je hoofd zijn om even te denken van wow, dat is best wel raar. Iemand die eigenlijk ons een beetje ons volk bepaalt, die ja, en die is nu overleden. Nou, dan hoor je toch wel een beetje bij na te denken. En sommige mensen die doen helemaal geen flikken, nou, dat vinden ze gewoon echt dom. En what the hell? Ik zie niet een mensen op televisie helemaal lopen met klompen en ja, dat is natuurlijk voor de grap. En hier gaan ze trouwen. Leuk. Hij kreeg de ring niet om. Hij kreeg de ring niet om. Dat weet ik misschien ook wel. Maar dat is mij overkomen. Dank jullie voor het kijken. Abonneer voor het tegengeven. En natuurlijk op Jeroen 6. En
En tot de volgende keer. Doei.